Dit is 538. Andy, ja, hij kent. Nou. Maar dan ook nog een grap over Jess en... Ja, dan komt hij. Jess is er! Wat? Ik zag het al op Twitter, hè? Ja, waarschijnlijk was dit de 538e keer dat iemand die grap maakte. Nee, ik vond het vrij origineel. Echt? Is eerlijk. Ah, nee, hou er op. Ja, je wel. Ik echt geen reet van. Je bracht hem driedubbelzinnig-achtig. Ja, ik dacht, nou oké, die heb ik nog niet eerder. Je maakt hem zo slecht dat hij weer grappig was. Gewoon. Daar komt op neer. Ja. Nee, ik kreeg de opmerking van iemand, nou dit is echt de 538e persoon die hier een grap over maakt. En welke ik echt te vaak hoor is Jesse Rakim Boogie en de... Jesse Rakim Boogie! Vind ik heel leuk. Ja, ik vind jij het ook niet wel meer, leuk, begrijp maar, ik. Maar niet meer sinds 1998. Hey Jesse, goed dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Moet ik je nog introduceren? Ik denk het niet, hè. Nou, als ik je dan zou moeten introduceren... dan zou ik je introduceren als de BN'er met... De minste kapsones. Oh, dat vind ik wel super vet. Ik ken echt serieus geen enkele andere bekende Nederlander die zo weinig kapsones heeft. Sterker nog, ik ben geen BN'er en ik denk dat ik zelfs meer kapsones heb dan jij. Hey, ik moet je zeggen, dit vind ik wel de compliment van afgelopen jaar. Ja? Ja, dat vind ik wel super vet. Ik meen het ook niet, maar... ook omdat ik echt niet weet hoe ik je anders zou moeten introduceren. Want het was allemaal zo overzichtelijk. Je was ooit rapper. Ja. En dat ben je nog steeds in principe. Maar je doet nog zoveel dingen ernaast. Ja. Ik weet het onderhand niet meer. Want dan acteer je weer. Dan presenteer je een programma. Dan maak je weer een danceplaat. Dat laatste is volgens mij de reden waarom je hier bent, hè? Absoluut, ja. Dat laatste is wel echt bloedje serieus. En is wel echt hetgeen waar ik echt bloed, zweet en tranen in gooi. Ga je nou zeggen dat dat rappen al die tijd niet serieus was? Nee, absoluut. Oh. Absoluut. En dat zal ik ook nooit weggooien, hoor. Want het deed me wel een beetje zeer dat er in de media geroepen werd... Jesse richt zich nu op dance en heeft hiphop afgesloten. Nee, dat zou ik nooit kunnen afsluiten. Maar dat is wel een beetje hoe het werkt volgens mij bij Nederlanders ook. Wij denken graag in hokjes. Ja. En wij willen dat overzichtelijk hebben. Ja. Wij willen weten wat iemand doet. Precies. Eén ding tegelijk graag. En daar heb ik eerlijk gezegd wel een beetje moeite mee. Ja. Nou, dan dat is ook te merken aan je cv. Ja, ja precies. Ik hoor mensen dan al zeggen, nou, als je het niet bevalt, dan rot je toch lekker op. Maar ik heb het gewoon te erg naar mijn zin hier in Nederland. Maar ik ben niet van, ik doe alleen maar dit of ik wil me nu alleen hierop richten. Ja, dat vind ik ook heel goed. Ja, wel is het waar dat van alle dingen die ik nu doe, ja, is dance wel echt misschien wel het allerleukste, zeg maar. Ja, dat was eigenlijk dan wel de vraag. Dat is dan bij wijze van spreken met het pistool tegen je hoofd. Als je nou moet kiezen tussen al die dingen. Ja, wat zou je dan kiezen? Je mag één ding overhouden. Nou, het is zo moeilijk om te kiezen. Want het zijn allemaal andere categorieën. En van sommige dingen kan je al leven. En van die andere dingen totaal nog niet. Want dat is nog opbouwend. En hoe je het went of keert, dat speelt natuurlijk ook een rol. Ja, oké. Maar laten we dat financiële plaatje even buiten beschouwing. Waar zou je dan voor gaan? Ik weet dat je soms gewoon de volle focus op één ding moet leggen om te zorgen dat het een goed product wordt. Dan zou ik voor nu heel even wel mijn dancecarrière heel graag... Daar zou je ook gewoon je tv-presentaties voor aan de wil gehangen? Nee, absoluut niet. Maar kijk, jij zegt ook een pistool op mijn hoofd, dan moet ik wel kiezen. Ja, dan ga ik ook maar met je mee. Meer over Jesse. Ja. En je plaat. Wacht even, ik moet even die naam erbij halen, want hoe heet ze nou? Sisse Marie. Sisse Marie. Ja. Dat is goed dat jij het zegt, want ik had ook niet geweten hoe ik het uit had moeten spreken. Sisse Marie. Ja, Sisse Marie, dat is een Deense, ze is jarenlang Deense topmodel geweest. Ze heeft ook een Grammy gewonnen voor haar toen nog Deense album. En sinds een paar jaar zingt ze op dance tracks. En dat gaat er heel goed af. Ze heeft 3 nummer 1 hits in Scandinavië. En zij een goed voorbeeld. Als mannen, om het in Nederland even goed te omschrijven. Zij is eigenlijk gewoon wel een beetje de Eva Simons van de Scandinavische landen. Maar ik had echt nog nooit van haar gehoord. Hoe ben je op haar spoor gekomen dan? Via 2 Deense producers. Die echt superveel qua dance doen in Denemarken. En ook in Zweden en Noorwegen. Maar goed, hebben we in Denemarken toen die track opgenomen. Die heb ik daar achtergelaten. Meer met het idee van, dat wordt een solo plaat van mij. Dat wordt mijn eerste dance track. En toen hoorde zij dat in de studio. En ze zei, maar hier moet ik op. Nou, toen zijn wij direct naar Denemarken toe gevlogen. Dacht ik eerst, holy shit, wat ben jij een lekker wijf. En, dat was eerlijk gezegd ook mijn eerste gedachte. Ja, precies. En toen is Til de Sankamsap ontstaan. En het leuke nieuwtje is wel dat zij het oogappeltje is van Usher. Want zij wordt echt
de grote lancering binnenkort van Asje. Heb je ook expres heel vaak een fout gemaakt, zodat je nog een take moest doen naast haar? Nog een take. Jammer, stond er net weer niet helemaal vlekkeloos op. Ja. Nou, laten we nog een take doen. Weet je, het balen was, ik had natuurlijk mijn vocalen al opgenomen. Want, oh. Weet je, ik had het bedacht, ik dacht, nou, ik kom later weer terug om dan extra dingen bij te verzinnen. Dus ik was er alleen bij toen ze haar dingen ging opnemen. En ja, ik was er gewoon een beetje aan het bewonderen. Dit is 538.